Het was de saaiste wiskundeles ter wereld. Joseph viel bijna in slaap van verveling. En onthoud, wiskunde is de belangrijkste wetenschap. Bla bla bla. Het lijkt erop dat Josie besluit om wat plezier te maken. La 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 la. Door dit gedrag verliest de leraar zijn geduld. Je had het grijsharige genie niet moeten plagen. Dus dit? Nu gaat Doc deze grappenmaker goede manieren leren. Klik! Eén simpele beweging. En ze is in een parallel universum. Er zijn zoveel interessante dingen en bouwmaterialen. Ongelooflijk! Wauw! En wat is dit? Het is het plan van de coolste plek. De tekeningen zijn zo gedetailleerd. Ah, wie is hier? Je hoeft niet te schreeuwen. Het is gewoon baby Longlegs. Ze biedt Josie aan om een cool troomhuis te bouwen. Het wordt een spannend avontuur. Natuurlijk, ja! Geweldig idee! Waar beginnen we mee? Eerst hebben we een frame nodig. Het is belangrijk om de juiste planken te kiezen. Nou, laten we ze op een rij zetten. Geweldig! Het is belangrijk om op de juiste manier te meten. Je kunt het niet doen zonder een lineaal. Klaar! Baby Longlegs maakt planken van dezelfde lengte. Ze meet alles heel nauwkeurig. Yippie! Nee, nee, Josie. Rustig aan. Je mag de veiligheidsregels niet vergeten. Dat klopt. Oh! Echt? Denk je dat een helm beter werkt dan een hamer? Echt niet. Wat is het nut van deze gevaarlijke experimenten? Nu is alles volgens de regels. Ze kan nu aan het werk. 1, 2, 3. De meiden doen het super. Baby Longlegs werkt als een echte professionele bouwer. Haar monsterouders moeten vast trots op haar zijn. Haar kleine assistent probeert bij te blijven. Elke partner doet haar eigen ding, waardoor een goed resultaat gegarandeerd is. Wauw, er is een houtschroefmeester binnen. Nog een beetje meer moeite en de muren van het huis zijn klaar. Junior Longlegs is een professional met een zaag. Wauw, dat is niet slecht. Cool, het is het perfecte frame. Je moet het schilderen. Nee, spuitverf is niet goed. Dit is een veel betere keuze. Laten we een kleurrijk experiment starten. Supergoed! Wat een diepblauwe kleur. Het ziet er geweldig uit op de muren. Nu is het aan Josie om haar schildertalent te laten zien. Wauw! Kijk naar dit ontwerp! Wacht, het lijkt erop dat er iets ontbreekt. Josie weet wat ze nodig hebben. Waar gaat ze naartoe? Een slinger maakt het interieur gezelliger. Hang het dan voorzichtig op en breng enkele wijzigingen aan. Wauw, hoe kleurrijk en stijlvol. Nog een accessoire is een goed idee. Er kan niet te veel mooi zijn. Wauw, neongolven. Ze zijn zo sprankelend. Het is moeilijk om iets originelers te bedenken. Nog een geweldig decor-idee. Deze groene mat past perfect bij het interieur. Oh, je moet nog een stoel toevoegen volgens het bouwplan. Het ziet er prachtig uit. Nu zijn er nog kleine dingen te doen. De meisjes moeten de meubels in elkaar zetten.
Onze designers hebben alles volgens de regels gedaan en een supercomfortabele stoel gemaakt. Baby Longlegs besloot het te proberen. En Josie wil haar in de maling nemen. Hey, ga langzamer. Een duizelingwekkende grap ging goed. Oké, dat is genoeg voor vandaag. De meisjes moeten aan de muren werken. Natuurlijk, versier ze met graffiti. Wat is er aan de hand? Helaas zijn alle spuitbussen leeg. Klik! En Josie ging naar een geheime taak. Wat gaat er met haar gebeuren? Jij, ben je bang voor mij? Dat zou je niet moeten zijn. Ik heb iets voor je. Speluitdaging geaccepteerd. Wat spelen ze? Wauw, Twister. Het wordt een serieuze strijd. Rivaliserende acrobaten doen hun best. Wie gaat er winnen? Het meisje doet de volgende set. Maar hoe doet ze dat? Haki kan de overwinning proeven. Kan hij haar verslaan? Wat is er, loser? Ik ga winnen. Kartonnen monster, niet zo snel conclusies trekken. Baby Longlegs besloot te helpen. Geweldig! Nu heeft Josie de spreker. Nou, het is tijd om de graffiti te maken. Ze zullen de tekeningen van de muren moeten halen. Nu kunnen ze schilderen. Wauw, geweldig! Het is het portret van baby Longlegs. Hoe cool! Goed werk! Kunstenaars creëerden een echt meesterwerk. Oeps, waar is het licht gebleven? Dat is oké, ze kunnen het aan. Het is geweldig als je superlange armen hebt. Over teamwork gesproken. Nee, nee, niet dat! Josie heeft een nieuwe taak. Deze keer moet ze met dozen spelen. Tja, wat moet ze doen? Ik snap het! Ze moet ze volgens de kleur plaatsen. Check it out! Deze baby is echt sterk. Iets gaat niet goed. 1, 2, 3, 4, 5. Aha! Hier zou een rode doos moeten staan. Alles is echt simpel. Ah! En hier is een welverdiende prijs. Een teleportagehand? Nou, dat is niet erg. Het meisje werd het zat om de hele tijd de taken van iemand anders te doen. Maar er is geen tijd om te ruzien. De posters gaan zichzelf niet ophangen. Het ziet er cool uit. De muren zien er nu niet saai uit. Yahoo! Wat een doos. Ah. Ze kunnen er een prachtig nachtkastje van maken. Voeg een creatieve decoratie in de vorm van een lamp toe. Maar dat is niet alles. Zeg hallo tegen de plusje bewoners van een nieuw huis. Oh! Wat ontbreekt er? Natuurlijk! Een speelgoedmachine! Om het echt te laten worden, heeft baby Longlegs een blaster. Oeh! Wauw! Het is zo gaaf! Ze moeten het testen! Hoe werkt het? Aha, hier is een aanknop. Een fout? Iets klopt er niet. Een kleurrijke hand? Klopt! Josie herinnerde zich waar ze een soort gelijke had gezien. Ze heeft het gewonnen. Het werkte. Wauw!
De meiden begonnen te gamen. Het is echt een spannende strijd. Er wacht trouwens een Poppy speelhuisje op je. Shh, baby Longlegs heeft haar oude trucs weer. Arme Josie. Wauw, het blijkt dat die professor alles in de gaten hield. Hij is een reality show fan. Goed gedaan. Je doet het geweldig. Kijk eens hoe blij de eigenaar van het nieuwe huis is. Tot ziens in onze volgende aflevering.